We weten allemaal hoe belangrijk foto's voor ons kunnen zijn. Deze specifieke foto werd plots echt waardevol. Randy Guijarro, een Amerikaan uit Californië, hield ervan antiek te verzamelen. Op een dag besloot hij, zoals zo vaak, een bezoek te brengen aan de plaatselijke antiekwinkel. Zijn verzameling was al behoorlijk uitgebreid, maar hij kreeg er maar niet genoeg van. Dit was zijn grootste hobby en soms bijna een obsessie. Zijn vrouw Linda vond het niet leuk dat hij al die spullen verzamelde. Hun huis stond vol. Zij wilde dat hij eerst plaats maakte voordat hij nog meer kocht. Tegen haar wil in ging hij toch weer naar de antiekwinkel en kon het niet laten om iets te kopen. Er waren altijd zoveel interessante dingen te vinden. Randy hield van die antieke dingen. Hij vond het geweldig dat elk dingetje bijzonder was en een eigen verhaal had. Ze waren stuk voor stuk interessant op hun eigen manier. De oude spullen die Randy verzamelde waren meestal niet veel geld waard, maar voor hem waren ze allemaal waardevol. Ze waren zelfs meer waard dan geld, als je het hem vroeg. Elk stuk was bijzonder. De man was op weg om een vriend te ontmoeten. Onderweg passeerde hij de antiekwinkel. Daar wilde hij natuurlijk nog even langs gaan. Hij wist dat hij niet meer naar binnen mocht gaan, want elke keer als hij dat deed, vertrok hij met iets. Deze keer zag hij dat de mannen van de winkel glimmende zilveren dozen aan het verplaatsen waren. Randy was nieuwsgierig naar wat er in die dozen zat en hij moest gewoon een kijkje nemen. Hij wandelde naar de winkel en groette de man. Meteen begon hij te kijken wat er in die zilveren dozen zat. Op de een of andere manier voelde hij zich er gewoon door aangetrokken. Hij was bang dat de mannen die dozen zouden wegdoen en hij wilde gewoon zien of er iets in zat dat hem zou interesseren. Natuurlijk was dat zo. Er zaten een heleboel oude foto's in de zilveren dozen. Nou, deze foto's hebben niet veel plaats nodig, dacht Randy. Misschien zou zijn vrouw het niet erg vinden als hij een paar kleine en dunne foto's mee naar huis nam, toch? Randy had niet veel geld op zak. De mannen schenen niet veel om geld te geven, ze wilden gewoon van die foto's af en zouden blij zijn met elk bedrag. Randy gaf ze er uiteindelijk maar $2 voor. Voor de mensen van de winkel was dit genoeg. De oude foto's waren nu van hem. Hij was tevreden. Hij vond deze foto zo mooi en bijzonder. Hoe langer hij naar één van de foto's keek, hoe interessanter het werd. Het was alsof het een verhaal, een gevoel en een boodschap gaf zonder te spreken. Gewoon één foto vertelde al zoveel. Randy kon het niet uitleggen. Hij was er gewoon door gepassioneerd en blij dat zijn verzameling die dag weer was uitgebreid. Hij hoopte dat zijn vrouw Linda het niet erg zou vinden. Toen hij haar vertelde dat hij weer iets had meegenomen uit de antiekwinkel, was ze een beetje teleurgesteld. Maar toen ze ontdekte wat het was, veranderde haar houding. Ze bekeek de foto's aandachtig. Randy begreep niet waarom ze zich plotseling anders gedroeg. Gewoonlijk zeurde ze erover, maar deze keer was ze blijkbaar van gedachten veranderd, ook al had ze eerder gezegd dat hij dit niet meer mocht doen. Linda zag in dat dit niet zomaar simpele foto's waren. Deze waren speciaal, vooral die ene foto die eruit sprong. Ze realiseerde zich dat iemand op deze foto niet zomaar een gewoon persoon was. Linda dacht dat één van de jongens op de foto Billy the Kid was. Maar wie was hij? Billy the Kid, geboren als Henry McCarthy in 1859, was een vrijbuiter en revolverheld van het Amerikaanse Wilde Westen. Hij werd geboren in New York City en overleed slechts 21 jaar later in New Mexico. Hij heeft zeker zijn sporen nagelaten na een kort leven. Billy kwam uit een onstabiele familie. Zijn vader overleed toen hij nog maar een kind was. Zijn moeder hertrouwde verschillende keren, waardoor hij verschillende keren verhuisde. Toen Billy nog maar een tiener was, overleed zijn moeder aan tuberculose. Zijn stiefvader liet hem en zijn broers en zussen in de steek. Billy werd een wees toen hij 15 jaar oud was. Zijn strafblad is kort daarna begonnen. Hij begon met voedsel te stelen. Niet veel later beroofde hij een Chinese wasserij en werd gearresteerd. Hij wist uit de gevangenis te ontsnappen en vluchtte naar Arizona. Kort daarna verscheen zijn gezicht op de wanted posters. Vervolgens beroofde Billy verschillende mannen van het leven, ongeveer 8 mannen, voordat hij zelf werd neergeschoten en op 21-jarige leeftijd het leven liet. Hij werd één van de meest gezochte criminelen in die tijd en werd ook één van de meest beruchte figuren uit het Wilde Westen. Hij was een inspiratiebron voor verschillende westerns en films. Billy the Kid was lastig te strikken en als hij gepakt werd, zou hij wel een manier vinden om te ontsnappen. Dit wetende en het feit dat hij één van de meest gezochte mannen was, maakte de foto die Randy Guijarro kocht voor $2 nog specialer. Blijkbaar was er slechts één andere echte foto van de cowboy. Die foto werd verkocht op een veiling voor een bedrag van $2,3 miljoen.
wat zou dit betekenen voor deze foto? En wat zou dit betekenen voor Randy en Linda? De man kocht een foto van $2 en daarna ontdekte hij wie erop staat. En het was schokkend. Het koppel werd erg enthousiast. Zouden ze de foto ook voor zo'n groot bedrag kunnen verkopen? Dit zou hun leven volledig kunnen veranderen. Wat zouden ze doen met miljoenen dollars? Ze waren al aan het bedenken hoe ze dat geld konden besteden. Randy en Linda toonden de foto op verschillende plaatsen. Ze vroegen ook hoeveel de foto waard kon zijn. De meningen liepen uiteen. Helaas kreeg de echtpaar van de meeste mensen niet te horen wat ze wilden. Eén plaats die ze passeerden was Grassy Valley in de staat North Carolina. Hier was een expert die de foto zorgvuldig analyseerde. Randy en Linda waren hoopvol gestemd. Na de analyse van de foto vertelde de man het koppel dat de foto nep was. Alweer een tegenslag. Het verhaal werd nu bekender en trok uiteindelijk de aandacht van Jeff Aiello. Jeff was film- en tv-producer en was geïnteresseerd in het verhaal van deze foto. En vrouw Jill was toevallig ook een onderzoekster. Het echtpaar deelde de foto met het andere echtpaar en Jill analyseerde hem zorgvuldig. Zij kende vele manieren om met behulp van haar computer meer over een foto te weten te komen. Hier werd zelfs een documentaire van gemaakt. Met de hulp en steun van National Geographic filmde John Aiello een 2 uur durende special. De bekende acteur Kevin Costner sprak de tekst in. De documentaire richtte zich op het maken van authentieke historische artefacten. Ze probeerden met gezichtsherkenningstechnologie na te gaan of de man op de foto echt Billy the Kid was. Het bleek dat er een overeenkomst van 70% was. Ze analyseerden ook de andere mensen en aspecten op de foto's, wat hen ook hielp meer informatie over Billy the Kid te krijgen. Iemand op de foto had een 80% match met een dame genaamd Sally Chisholm. De andere mannen op de foto zouden de regulators zijn, een groep cowboys en ranch-eigenaars. Billy the Kid was ook één van de regulators. Er werd een dagboek gevonden van Sally Chisholm, waar men meer informatie hoopte in te vinden. In een deel van haar dagboek stond dat ze inderdaad op een bepaald moment bij de regulators was. Dit bevestigt alleen maar het idee dat de onderzoekers hadden van de foto. Alle stukjes vielen nu samen. De plaats op de foto werd verondersteld de Tunstall Ranch te zijn. Goed nieuws voor Randy en Linda. Het hele proces was een rompslomp. Ze reisden door verschillende staten en hadden bijna geen geld meer. Nu moesten ze weer reizen, maar ze geloofden dat het allemaal de moeite waard zou zijn. Ze konden nu niet stoppen. National Geographic ontdekte de exacte locatie van de foto. Het koppel besloot de plaats te bezoeken. Toen ze daar aankwamen, stonden ze versteld. Het landschap was prachtig en alles voelde gewoon juist. Ze voelden dat ze hier moesten zijn en dat er nog iets speciaals op hen wachtte. Het koppel keerde nadien terug naar hun huis in Californië. Ze besloten de foto terug te brengen naar de verkoper, Don Kagan. Na dit alles had Don nog steeds zijn twijfels. Dit frustreerde het koppel. Ze probeerden hem meer uitleg te geven, maar hij geloofde het gewoon niet. En daar eindigde het gesprek. Het koppel keerde terug naar huis. In de tussentijd probeerde Don Kagan nog steeds meer informatie in te winnen. Hij had nog steeds zijn twijfels, maar hij wilde er ook zeker van zijn dat hij het mis had. Het bleek dat zijn twijfels fout waren. Hij en zijn partner vlogen naar de plek waar de foto was genomen. Ze wilden alles nauwkeurig bestuderen. Ze analyseerden elk detail wat hen uiteindelijk leidde naar de exacte plaats op de ranch. Na een tijdje vonden ze precies dezelfde plek als op de foto. Zelfs precies hetzelfde huis. Het huis stond er nog. Ze vergeleken wat ze zagen met de foto die ze hadden meegenomen en het bleek identiek te zijn. Dit was de plek. Ze wilden het niet geloven. Dit was een uiterst opmerkelijke gebeurtenis. Dit betekende dat de foto miljoenen waard kon zijn. Misschien zelfs meer dan de andere foto van Billy the Kid. Ze gingen terug naar huis om het nieuws te delen met Randy en Linda. Uiteindelijk duurde dit proces jaren. Randy en Linda waren dolblij toen ze hoorden dat het inderdaad om een zeer waardevolle foto ging. Al die inspanningen hebben eindelijk hun vruchten afgeworpen. Kort daarna werd de prijs van deze foto bepaald op $5 miljoen. Niet te geloven. Hij was zelfs meer dan het dubbele waard dan de andere foto van Billy the Kid. Het proces kostte Randy en Linda veel moeite, maar het bleek het meer dan waard te zijn. Dit verhaal werd gedeeld op allerlei verschillende platforms. Mensen gaven hun mening. Sommigen herinneren zich het verhaal van Billy the Kid uit hun jeugd. Ze kunnen niet geloven dat dit echtpaar zoiets spannends heeft meegemaakt. Sommigen hadden ook kritiek op de deskundigen. Ze vonden dat ze Randy en Linda meteen hadden moeten geloven en helpen. Het kostte hen veel moeite om anderen ervan te overtuigen dat deze foto waardevol was. Natuurlijk had niemand ooit kunnen verwachten dat hij zo waardevol zou zijn. Dit bewijst dat je leven op elk moment drastisch kan veranderen. Zelfs een oude foto waar je maar $2 voor betaalde, kan misschien alles op zijn kop zetten. Het kan zelfs miljoenen dollars waard zijn. Wie had dat verwacht?
Misschien is het tijd voor ons allemaal om een antiekwinkel te bezoeken. Wat is de meest waardevolle foto die je bezit? Vertel ons er meer over in de comments, we horen het graag. We hopen dat je hebt genoten van dit interessante en bijzondere verhaal. We zien je graag terug in onze nieuwe video waar we een ander interessant verhaal met je delen. Bedankt voor het kijken.